Beertube. What up? Begin dit jaar zaten we samen, na een bier of 17, in een hele andere toestand. Wat is jou het meest bijgebleven? Heb je nog een anekdote van die avond? Of heb je een bier voor je echt zegt, wow, dat heeft echt indruk gemaakt? Of is alles een zwart gat? Het is sowieso een zwart gat, maar wat me eigenlijk echt een indruk heeft gemaakt is dat eigenlijk de prijs van de bier eigenlijk helemaal niet toe doet wat een bier smaakt. Of hoe een bier smaakt en wat we daarvan vinden. Omdat we hadden die treehouses volgens mij. Dat we allemaal zoiets hadden van ja, oké. Okay. Totdat we zagen wat het was, hadden ze iets van oeh. Het zijn heel dure bieren, maar het is niet zo dat wij echt zoiets hebben van wauw, het zijn de toppers uit de range wat we hadden. Nee, dat. Het kan hier nooit in één keer normaal gaan. Lang leven smart homes. Nee, daar heb je zeker een punt. Natuurlijk komt er een stukje shipping bij kijken. Natuurlijk komt er een stukje ophyping bij kijken. Want als een brouwerij beter gaat verkopen, dan gaan ze zich gewoon op een andere manier in de markt profileren. Zetten ze andere oplages neer of gooien ze... Dat snap ik wel, maar het is natuurlijk wel gewoon... Als je het vergelijkt met een bier van 8 euro in de winkel of een bier van 20 euro... Voor een blik, zeg maar. Ja, dan is het niet zo dat een blik van 20 euro in één keer veel beter smaakt dan een blik van 18 euro. Nee, dat klopt. In feite zijn de grondstoffen natuurlijk altijd soortgelijk. Ik bedoel niet dat er in één keer een stukje schout in zit. Nee. Ja, die bieren zijn ook gebrouwen. Pizza's, dollars, alles hebben erin gezeten. Maar heel vaak zijn het... En dat was eigenlijk wel een beetje voor mij het wat me eigenlijk nog een beetje bij is gebleven. Nee, dat het ook gewoon een gezellige avond was. Maar ik heb die filmpjes wel een aantal teruggekeken. Daar kreeg ik van, oké, is dat gezegd? Is dat gedaan? Ja. Nee, bij mij ging inderdaad na 10 of 12 bieren ging bij mij ook wel dat ik dacht, toen moet ik echt de video's terugkijken om de momenten te kunnen herinneren en de bieren te kunnen herinneren. Ja. Daarvoor had ik alles nog redelijk op het netvlies van, oh ja, die hebben we gedronken, was goed, was niet zo goed. En later moest ik echt wel varen op de video's om te kijken wat ik er überhaupt van vond. Was, ja. Want een herinnering aan die bieren, die was niet altijd meer aanwezig. Dus als ik jou nou op de man afvraag, wat was je favoriete bier van die avond, dan heb je daar ook geen panklaar antwoord voor. Nee. Nee, uiteindelijk... zou wellicht de sour zijn geweest die erbij zat. Maar ja, dat is omdat ik sour helemaal lekker vind. We hebben toen ook nog een Infinity Glass samengesteld. En aangezien je dat Infinity Glass zeker na dat geweld niet helemaal op gaat krijgen, had ik het lumineuze idee om hem dit jaar te ijsbokken. Aan jou de eer om de neus als eerste te bekijken. Ja, maar als ik hem zo al, komt de aroma gewoon al... Ik begon aan mijn microfoon te ruiken, dus laat ik daar... En zoveel hebben we helemaal niet op. Als hij verder af is, heeft hij meer geur dan dat je hem echt vol in de neus pakt. Of toch echt vooral de alcohol, wat ik ruik. Oh ja, zeker een scherpte over degene van de alcohol. Ik moet ook wel zeggen, ik heb het idee dat ik nog wat chocoladetonen en wat bourbon tonen. Bourbon wel, ja. Chocoladetonen heb ik niet. Bourbon, maar ja, bij mij is bourbon dan gelijk een appeltje. En alcohol. Ja. Maar ja, dat appeltje, dat is al gelijk een beetje het bourbon natuurlijk. Ja, dat appeltje is misschien ook wel, ik weet niet hoe snel zo'n oxidatiestukje optreedt als een bier gewoon open, oud in die open staat. Want je bent hem natuurlijk aan het uitlekken. Dus misschien dat soort tonen wel versterkt worden door dat moment dat die echt gewoon open staat aan de natuur. Want het is hier een gecontamineerde omgeving, zeker met al die kids die hier rondgelopen hebben. Ja, maar hoe lang heeft die uit staan lekken? Ja, uurtje of 5? Nee, niet eens. Ik denk een goed uur, misschien 2. Daarom. Daarna heeft hij afgedekt in de koelkast gestaan. Ja, dat is ook. Ik vind wel die lijn, ik weet niet of jij die ook ziet, maar die lijn is en een beetje robijnrood, maar daarboven zit dan weer een soort van... Ik ben er wel zwavel of zo. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de slok. Aan jou de heer. Zoet. Hij is echt zoet. En lekker zoet of overdadig zoet of vies zoet? Of... Ik... Hoe moet ik het zeggen? Hij is echt verrassend. Die bourbon. Ja. Bourbon proef je echt. Zoet. Niet echt drop, ja wel drop, ja zoet. Ja.
Ik vind het zeker niet verkeerd. Nee, echt niet. Nee. Ik zou zeggen, hij broert. De ijsbok van het Infinity Glass van 6 januari jongsleden. Uit de aftelkalender. Ik zeg proost. Hij is wel echt scherp. Het is wel echt veel boos, veel brand. Hij brandt echt goede afterburner. Ja, dat is natuurlijk ook de bieren die we gedaan hebben, waren niet de minst lichte bieren. Dus ja, dat dan als je hem al uitbokt, dat hij dan veel zwaarder wordt. Nee, dat hij misschien enkel in de 20% misschien gaat. Ja, ik weet niet wat een normale ijsbok een beetje doet, maar... Nee, wacht ongeveer... Kleine keer 3 aanhouden, geloof ik. Keer 3, nou dat zeg ik dat dit gemiddeld 8% is. Ja, precies. Van dingen, dus dan heb je 24%. Dat zit je zo aan. Dus dat is niet iets geks. Je merkt nu wel dat je echt de koolzuur mist. Of ja, mist is niet per se het goede woord, maar hij is wel echt zichtbaar niet aanwezig. Ja. Ten opzichte van de bieren die we toen gedronken hebben. Je voelt hem wel echt... Nou, je voelt hem tot aan je... Ik weet niet wat hier zit, is dat je maag al? Maar tot aan daar voel je hem gewoon gaan. Normaal zeg je van, je voelt een brand in de slokdarm. Nee, hier gaat hij... Ik weet niet of je brand op maagzuur straks nog bij de pas komt kijken, maar dat zou best kunnen. Dat is een interessante... Maar het is zeker niet vies. Nee, ik vind het ook niet meer lekker. Ik moet wel zeggen, ik vind ook dat er een... Ten opzichte van de geur, toch ook wel een zuurtje in zit. Hij heeft een zuur... Een appeltje misschien bourbon. Misschien jouw appeltje... Nou, de bourbon heb ik dan in de slok ook minder. Ik vind het in de slok eigenlijk een soort van... Stout met een zuur randje. Heb ik je? Stout. Goed, daar heb ik jou eerder over gezegd vandaag. Zullen wij dit uitbrengen in een grotere batch? Nou, dat gaat niet eens lukken, want ik weet niet of... Ja, in theorie zouden we die 17 bier. Maar dat is niet handig. Kijk, wat je net al zei, er zitten bieren tussen van een paar euro. Dat is een slecht idee. En als je moet je nagaan, want bij ijsbokken gooi je dus ook nog eens ruwweg 2/3 weg. Nou, dan kun je even uitrekenen. Dan is dit glaasje alleen al gaat, denk ik... Ja, wat is het? Wat zal dat dan zijn? Dat is ongeveer... Ik denk dat wat we erin gooien, dat is niks verwaarloosbaar. Dus op zich heb je daar wel je volume. Alleen ik denk dat je qua euro's al gauw richting de 20 euro gaat voor dit glas. Ook al hebben we er maar een hele kleine beetje ingegoten. Dan weet je ook weer gelijk wat die aftelkalender heeft mogen kosten, zeg maar. Maar het is niet gek. Maar ik vind het ook niet bijzonder lekker. Ja, wat op dat... Hij is complex. Hij is vol sticky. Van smaak. Hij is sticky. Maar misschien doet hij wel iets te veel. Weet je, dat er is niet één focuspunt. In de neus had ik nog zoiets van... Ik heb goede hoop op de chocola en de bourbon die elkaar de tent uitvechten. Veel verschillende smaken. In de slok gebeurt er veel meer dan wat ik toen destijds die avond had. Maar dat was waarschijnlijk ook de gemoedstoestand. Wel vind ik het... Dat ik, als ik het nog een keer doe, dat ik hem wel weer wil ijsbokken. Want ik vind het geinig genoeg om te kijken van oké, stel, dit jaar zaten er bijvoorbeeld relatief weinig IPA's bij, waar ik achteraf blij mee was. Maar als je dus, stel er komt een nieuwe trend dit jaar en je ziet dus een bepaalde bierstijl of een bepaald vat vaker terugkomen, wat dan weer het resultaat in die ijsbok gaat zijn. En het idee misschien om een keer te zeggen, hey, we pakken 2 stouts, 2 dezelfde, eentje ijsbokken, eentje niet. En daar een filmpje over maken misschien. Ja, leef je uit. Ik hoor wel wanneer het af is. Mag ik het dan opnemen? Nee, maar dan mag jij gewoon regelen dat het ding in de vriezer komt te liggen. En dan laten we hem samen wel uitgieten als je dat niet nee, vertrouwt. Nee, maar dan heb je 2 dezelfde. Dan heb je een side by side. Dat, ja. Ja, ik heb dat zelf ooit gedaan bij die mooie Nel. Die hebben dan zelf een mooie Nel geijsbok. De IPA? Ja. Alleen achteraf bleek dus dat die... nog gedryhopt was na het ijsbok. Dat kun je niet. Ja, je kunt het wel benaderen. Ja, maar niet als gewoon maar even dat snel. Dat is niet uit het ijsbok. Het ijsbokken vind ik eigenlijk gewoon bier bevriezen. Ja, maar het mooie aan ijsbok is dus ook dat je een ingrediënt naartoe kan voegen. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik wil kijken wat dit bier doet. Als ik er nog wel kaneel aan toe zou voegen. Of als ik er... Dus je hebt ook weer de mogelijkheid om het bier verder te verrijken. Maar dan kan je niet zeggen dat je echt een mooie Nederland ijsbokken bent. Nee, maar in dit geval is het alleen maar hop. Dus ik ben het wel mee eens dat jij, als je een IPA ijsbok, dat het, ik vind het wel mogen. Alleen het is niet puur ijsbok. Nou, oké. Maar ja, dat is een leer voor de volgende keer. Voor nu heb ik over dit bier gezegd wat ik wilde zeggen. Wil jij nog iets over kwijt? Nee, helemaal niet. Wil je nog iets kwijt over de aftelkalender? Volgend jaar weer. Aftel of advent? Ik denk toch weer de advent. Waarom?
Dat 17 net te weinig was. Let's agree to disagree. Nee, dat was een grapje. Nah, nee. Maar het, wat gewoon leuk is, heel het concept, al is het de aftel, al is het advent, maakt me niet uit. Maar gewoon op eens een avond verschillende bieren drinken. In het begin een bepaalde mening over een bier hebben. En dan op het einde van de avond een soortgelijk bierbewijs. Omdat we nu echt een pakket dat hadden wat gewoon niet van licht begon naar zwaar. Nee, alles ging door elkaar heen. Dat je op een gegeven moment zoiets van, oh, een stout. Oh, lekker, lekker. Nee, op het einde van denk ik van, oh. Of eindig met een IPA denk van, oh. Is echt gewoon helemaal niks in op zich over van tevoren op hebben. Dat is gewoon het leuke van de adventkalender. En gewoon gezellig. Maar ja, dat kun je helemaal niet terugzien in de filmpjes voor een groot deel. Niet alles, maar... Voor nu zeg ik, Aito, bedankt voor het kijken. Laat in de comments zeker even weten of jij zegt dit jaar weer en in welke hoedanigheid. En in december of januari of hoe jij het idealiter voor je ziet. Ik ben erg benieuwd. Voor nu zeg ik, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.